En in China zit Bert Pauli, gedeputeerde economische zaken, met maar liefst 12 Brabantse bedrijven en organisaties voor deze handelsmissie. Goedemorgen, meneer Pauli. Wij hebben net een bruine boterham op, maar ik denk dat u al klaar bent voor een lekker banket. Ja, bij ons is de dag om 7 uur begonnen en het is nu, even kijken, inmiddels 4:15. Dus een behoorlijk gedeelte van de dag zit er al op. Is het een intensieve reis, deze handelsmissie? Ja, het is een heel intensieve reis, omdat we natuurlijk alle dagen die we hier zijn maximaal willen benutten. We zitten nu sinds 20 jaar in de provincie Jiangsu. We hebben een hele mooie samenwerking op krachtige sectoren, agrofood, life science en cleantech. En de Brabantse steden die hebben weer een samenwerkingsrelatie met de steden hier. En de contacten zijn dermate goed. En ja, de overheid heeft een belangrijke functie. We hebben de functie van deuren openen. Deze handelsmissie gaat, u noemde een paar sectoren, maar deze gaat specifiek over milieutechnologie. Waarom is dat het thema? Waarom is daarvoor gekozen? Ja, nou ja, kijk, China staat natuurlijk onbekend dat China enorme groei doorgemaakt heeft de afgelopen jaren. Eigenlijk de industrialisatie die wij in de vorige eeuw hebben meegemaakt. En daarmee is het milieu gewoon verwaarloosd. En ze hebben nu een enorme achterstand uit vervuiling, zowel het gebied van grond, water en lucht. En de overheid van Jiangsu, onze zusterprovincie, heeft maar liefst 50 miljard euro ter beschikking om tot en met 2016 te investeren in een aanpak. En die Brabantse ondernemers die hebben een geweldige voorsprong in deze technieken. En die kunnen nu zien tot hele mooie zaken komen hier. Ik denk dat mensen zich best wel de vraag thuis zullen stellen, jeetje, is dat nog wel van deze tijd zo'n handelsmissie? En zeker in een tijd van recessie? Ja, dat kan ik me goed voorstellen, maar u moet weten dat China is een land wat heel centraal geleid wordt vanuit de overheid. Bestuurders besluiten daar hoe de beleidsprogramma's eruit ziet en hoe de economische ontwikkeling in de bedrijven plaatsvindt. En doordat wij als Brabantse bestuurders meegaan en die contracten onderhouden met die Chinese bestuurders, openen we deuren voor onze Brabantse ondernemers. En ja, die kunnen hier enorme kansen kunnen hier verzilveren. Kunt u al, misschien heeft u wel een leuke scoop voor ons. Iets concreets? Ja, nou ja, kijk, ik heb denk ik een heel leuk resultaat geboekt. De stad Yixi is echt het Walhalla binnen China. Gelegen in de provincie Jiangsu op het gebied van cleantech. Daar gaan ze een enorme grote permanente expositiehal realiseren van 20.000 vierkante meter. Wow. De overheidsbestuurders zijn daar zo onder indruk van de Brabantse aanpak. Dat ze mij hebben toegezegd om de komende jaren 2000 vierkante meter gratis ter beschikking te stellen voor Brabantse ondernemers die daar hun know-how kunnen presenteren. Ik zie een trotse gedeputeerde, gelukkig, want jullie zijn denk ik al aan het pakken voor de terugreis. Ik zit aan wat bronwater, ik weet niet wat u voor handen heeft. Ik heb nog een tas koffie. Een heerlijke groene thee. Een groene thee, natuurlijk. En thuis stond het niet, geloof maar ik zit heerlijk aan de groene thee en die smaakt prima. Ik kan nog niet toasten in het Chinees, maar ik denk dat u goed geoefend heeft de afgelopen dagen. Wat zeggen we tegen elkaar? Kampai. Kampai en behouden reis terug. Tot ziens, dank u wel voor dit gesprek.